Record. Goedenavond iedereen. Ik ga onmiddellijk naar de back-office. Ziet iedereen mijn back-office? Hoe is heel het beeld in zicht? Want ik heb daar straks een test gedaan en een deel van mijn beeld viel eraf, dus daar hebben we niks aan. Ja, oké, super. Oké, goed. Dus ik ga beginnen bij het begin voor alle mensen die niet bekend zijn in de back-office. Hier kan je de taal veranderen, kan je kiezen in een taal. Die kies je dan en dan doe je die weg. Voilà. Dit is het telefoonnummer, ons logo. En hier staan de rates, hoeveel de dollar en zo staat. Maar dat is ten opzichte van de Russische dat is die van ons. En dan hier de logout. Als je hierop drukt, dan log je uit. Gebruik deze back-office ook gelijk een online banking. Als je gedaan hebt met activiteiten, log altijd uit. Want je zult zien, als je uitlogt, niet uitlogt, gewoon de browser afdrukt. Dat is hier de knopje. Allee, deze kruisje drukt. Als je dan terug inlogt, is die nog ingelogd. Oeps, daar moeten we even mijn batterij in steken. Dat is niet goed gepland. Goed. Mijn excuses daarvoor. Goed. Dus. Dus logout is zeer belangrijk. Zeer belangrijk. Dus gelijk een online banking. Dan deze balk is eigenlijk uw werkbalk. Hier staat het partnerplan. Dat is voor partners. Dit is de wedstrijd. Dit is My Investment, voor de meeste mensen het belangrijkste. Er staan uw certificaten, ik ga er dadelijk dieper op in. De documenten, ook zeer belangrijk. Dan de banking. Dat is, en waarom laat ik het in het Engels staan? Omdat het meeste is vertaald in het Engels. In het Nederlands krijg je dan, ik ga het even laten zien. Waar staan we? Nederlands. Ik laat het meestal in het Engels staan, omdat niet alles duidelijk, niet alles is vertaald. Bijvoorbeeld About the Company, heb je gezien? Niet alles is vertaald, dus dat zet ik het in Engels. Omdat, ja, het is niet allemaal vertaald, niet vergeten. Het is een Russisch sprekend bedrijf, ze doen hun best. Het is een groot team vertalers aan het werk. Nederlands is niet zo groot, dus Engels hebben ze zich vooral op geviseerd. En vandaar dat ik dat in het Engels laat staan. Dus waar waren we? Documents. En dan banking. Dat is alles met transacties. Als je een betaling gedaan hebt, dan kan je zien wanneer je die gedaan hebt, hoeveel je gedaan hebt. Gelijk een uittreksel van een bank, als je transacties gedaan hebt. En dan, er zijn nog veel dingen. Ik ga er dadelijk op in. Dan evenementen. Alle evenementen die Skyway organiseert. Van webinars, veranderingen in je personal office. Dus in je back office. En dan your settings. Is ook zeer belangrijk voor je verificatie, persoonlijke data enzovoort. Dus deze balk die verandert nooit. Dus die blijft zo. Die blijft zo. Dan heb je hier. Ik ga het. Hoe je meestal inlogt is zo. Dan zeggen mensen, ik heb geld op mijn account gezet, maar ik zie het niet. Dan, wat gebeurt er dan? Dan hebben de mensen niet op hun oogje gedrukt. En je kan dan op het oogje drukken, voilà, en dan zie je wat er op jouw bonusaccount staat, main account en shares account. Waarvoor dienen deze? Main account is als je met een Swift rekening of een kaart geld op de back-office zet. Dan komt dat zich hier tonen. Dan zie je dat hier. Bonussen, dat is als je iemand inschrijft en je krijgt daar een deel bonussen van. Alle info staat hier ook. Als je hierop drukt, kan je het lezen, zie je.
En dan Shares account, waarvoor wordt dat gebruikt? Dat is gebruikt geworden in, ik denk de achtste en de negende fase, als iemand inschreef en die persoon kocht dan een pakketje aan, die leende, zo moet ik het eigenlijk vertellen, want dat is juist, dat is correct, leende Skyway geld, en die koos voor in return, dus in een tegenprestatie, dat Skyway dividenden aandelen geeft, kreeg die nog wel extra bij hier in shares account. Waar gebruiken we de shares account nu voor? Is als je je pakketje niet helemaal hebt afbetaald, en dan staat dat geld in plaats van hier, staat dat hier. Let op, daar kan je alleen maar losse aandelen mee kopen. Mensen denken dat ze daar dan terug een pakketje mee kunnen kopen, dat is niet waar. Dus het is heel belangrijk dat je afbetaalt en op tijd betaalt. Goed, dat kan je dicht en open doen. Dat is goed als je iemand in je back-office wil laten zien en je persoonlijke informatie niet wil laten zien. Hetzelfde geldt hier voor shares in ownership, hè, dus dat jij al in jouw bezit hebt. Reserve by installments, dat betekent dat je nog aan het afbetalen bent. De register in pending, dat betekent, dat staat in registratie, daar gaan ze offline, schrijven ze dat neer. Dus deze is ook altijd blijvende. Hier staat jouw naam, dan staat hier jouw status in het partnerplan en dit vinkje is zeer belangrijk. Let erop, dit vinkje is zeer belangrijk. Dat moet in jouw account groen staan. Anders is jouw account niet geverifieerd en kan je aandelen niet op naam gezet worden. Zeer belangrijk. Heel, 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 heel belangrijk. Druk daar iedereen op, ook al hebben ze een pakketje aangekocht. Als deze niet op groen staat, staat het niet op naam. Kan niet op naam gezet worden. Skyway wil alleen maar alles doen volgens regel en zij moeten kunnen nazien of jij daadwerkelijk een persoon bent en effectief op een adres woont en dus een fysieke persoon bent. Wat kan je nog doen? Je kan deze open en dicht doen. En daar zitten veel mensen ook een beetje in verwarring. Dus je kan dat volledig wegklikken door deze vinkje en je kan dat terug weer aanklikken. Ik ga eens even komen kijken of er ondertussen. Ik hoor niets, zegt Garcita. Dat is een teken dat jouw geluid waarschijnlijk niet aanstaat. Maar volgens mij hoort iedereen mij. Hoort iedereen mij? Mijn geluidswijzer die zegt ja, oké, goed. Dankjewel Nettie, dankjewel Vladi. Oké, we gaan verder. Dus je kan dat uit en aan open en dicht klikken. Dus veel mensen zijn daar ook verward mee. Dat is ook gewoon voor je persoonlijke data weg te doen. Dat geldt ook voor deze. Deze, attention, you have not, not notification. You have notifications. New notification, dus je hebt nieuwe aanmerkingen. Dat betekent zo'n belletje met een rood puntje. Dat betekent je hebt nog niet geverifieerd of je telefoonnummer of iets is er nog niet in orde. Daar staat ook wel meestal bij dat je security settings moet doen. Met authenticator of een code. Maar dat blijft dikwijls rood. Het bolletje blijft dikwijls rood. Mensen vragen mij dan, Kaat, ik heb dat in orde gebracht, maar dat blijft rood. Ik weet het, dan ga ik mee in hun back-office zien. Met share screen en dan is alles in orde en toch blijft het rood. Dat is bij mij ook zo en dat heeft iets met de dingen te maken, met de software. Daar kunnen wij niks aan doen. Dus deze blijft zo, hè, deze blijft, dat is uw hele gedeelte, dat blijft zo. Dit gedeelte blijft zo. Dus als dat helemaal open staat, dan zie je niets wat er eigenlijk onder staat, waar je eigenlijk op terecht bent gekomen, de pagina waar je op terecht bent gekomen. Dat is dikwijls heel verwarrend voor mensen. Dus bijvoorbeeld, ik ga voor partners, reward plan, dan zie je dat pas hier. Zie je dat? Als je daar moeite mee hebt, kan je die gewoon terug wegklikken en kom je er onmiddellijk bij. Goed? Oké, ik ga even uitleggen. We beginnen met het partnerplan. Je hebt reward plan, daar zitten we nu in. Daar zijn al de statussen. Als jij Skyway wenst mee
te delen in de wereld. Als je enthousiast bent en zegt, wauw, dit is een fantastisch systeem, of dit is een fantastische technologie, of dit is een fantastisch transportsysteem, dit moet mee op de markt komen, daar wil ik mijn schouder onder zetten, dan kan jij hier jouw partner maken. Dan ga je naar statistics of tools en dan krijg je sowieso eender wat waar je op drukt, krijg je een terms and conditions. Dat betekent dat je een overeenkomst tekent van kijk, als jij meedoet, als je iemand inschrijft, dan zijn dat en dat en dat voor voorwaarden. En die staan dan hier. Je hebt hier verschillende niveaus. Je hebt gewoon een partner, dus de meeste mensen blijven partner. Dan heb je, als je iemand inschrijft, wordt het consultant. En dat betekent dat je zelf al 100 ingeschreven hebt en twee mensen met 100 dollar ingeschreven. En dan leader, dan heb je zelf 200. Je hebt drie mensen ingeschreven met, minstens drie mensen ingeschreven met 2000, maar in totaal moet je, sorry, 200, maar in totaal moet je 2000 hebben. Hoe gebeurt dat dan? Ja, dan moet je bijvoorbeeld twee mensen met 1000 en dan eentje met 250 of zo. Maar het moet in ieder geval, hier staan altijd alle regels. Wat is het voordeel hieraan? Je gaat omhoog in bonussen. Ik zal het je laten zien, partner. Begin met 15, dat een mooie bonus is. Dan tweede niveau. Dat betekent tweede niveau. Als jij bijvoorbeeld jouw zus inschrijft en jouw zus zegt, oh maar ja, dat systeem, dat wil ik ook ondersteunen. Ik wil mijn dochter inschrijven, dan komt die dochter onder haar te staan en staat die dochter van jouw zus. Jouw nichtje staat op tweede niveau. Dus krijg je van dat nichtje 4% van de inleg en dan van jouw zus krijg je dan 15% inleg. En dan zie je hier bij consultant dat het wat meer gaat worden. Dus eerste niveau van jouw zus 15, van jouw, de dochter van jouw, dus jouw nichtje 5. Dus dat is meer dan deze. Partner was dat 4. Consultant is dat 5. En zie dat die dochter dan zegt, hé, maar ik wil ook mijn vriend inschrijven. Die staat dan op derde niveau en dan krijg je 3 procent als consultant. Als leader krijg je dan wel weer wat meer. Wat is een leader? Leader, ik heb juist uitgelegd, totaal 2000. En voilà, leader krijg je 15%. Eerste niveau, dat blijft. Tweede gaat al naar 7. Derde gaat al naar 5. En je gaat ook 6 niveaus diep. Dat ga ik je ook nog even uitleggen. Partner heeft sowieso 4 niveaus diep. Consultant is 5 niveaus diep, zie je, dat gaat elke keer dieper en dieper. En leader 6 niveaus diep. Ja. En dat kan je ook, ik ga dat dadelijk uitleggen, kan je ook bij statistics, kan je ook zien hoe ver je in je partnerplan staat. Goed, dan heb je de startlevel, dan heb je hier. En dat is ook verwarrend voor vele mensen. Deze die niet helblauw staan, waar als je eroverheen gaat, zie je, dan verandert mijn cursor in een handje. Dat betekent dat je er dan op kan klikken. Overal waar je cursor overkomt en het verandert in een handje, zie je, daar kan je dan op klikken. Dan, sommige mensen zeggen tegen mij, Kaat, maar dat is toch normaal? Maar veel mensen zien het niet gebeuren en bellen mij dan op en vragen, Kaat, waar zie ik dat dan? En dan is dit, ja, dat is een beetje verscholen, ja. Oké, dan heb je het profi-level, dus het professioneel level. Dan heb je master. Zie, dan zijn de eigen inleg al wat hoger en het totaal is al 5000. Maar je gaat ook 9 niveaus diep. Zie je, 7, 5, 4, 3, 2, 1, zie. Dus dat je gaat al 9 niveaus diep. Dan heb je expert. Een expert moet zelf 5000 ingelegd hebben en moet minstens 3 masters hebben met 10.000 ingelegd. En dat krijg je dan elke keer, ja, dat krijg je dan ook te zien in jouw statistics. Dat zal ik jouw cijfers laten zien. Dus elke keer gaat het dieper en meer en meer en meer. Dus dat is profi, dat is de start. Zie je, het verandert. Profi start. Oké, dan heb je expert.
Dan ga je al tot 20 niveaus en dan heb je top expert van de profi level, professioneel level. Zie, dan ga je nog dieper. Dan ga je naar 24. De voorwaarden zijn dan ook even anders. En dan heb je nog het hoogste niveau. En dat is dan de Sky Expert. De Sky Expert heeft ook weer zijn niveaus. 17%. Oh ja, dat heb ik vergeten te zeggen. Bij de profi heeft de top expert heeft ook 16. Dat gaat een beetje omhoog. En de expert heeft ook 16, sorry. En de master, die blijft bij 15. Zie je? Voilà. Dit is eigenlijk heel de uitleg. Als je meer uitleg wilt, kan je hier hele plan uitprinten. Dus downloaden en uitprinten. Dat is van deze partner. Reward plan, dus de bonusplan. Dan ga je naar statistieken. En ik ga even kijken of iedereen mij nog altijd hoort. Ja, er is niks veranderd. Goed. Oké, statistieken. Hier ook weer een verscholen. Dit is verscholen. Dus je hebt hier ook drie niveaus. Als je dit uitklapt, zie je niks. Alleen maar jouw vaste pagina's. Ofwel scroll je naar onder, ofwel klap je het in. En kom je in jouw bladzijde terecht wat je hebt aangeklikt. Statistics. Goed, hier zijn er dus drie tabblaren, persoonlijke, summary, statistics en uw structuur. Persoonlijk, hier staat, op dit moment is deze account client, maar hier staat wel, als je bijvoorbeeld al één iemand ingeschreven hebt, staat er bij, in dit stukje staat er dan bij, hoeveel je zelf nog moet investeren en hoeveel mensen je nog moet inschrijven voordat je het volgende... De volgende status kunt bereiken. Dan staat er ook je persoonlijke investering, referral reward, dat betekent je bonussen, hoeveel er geïnvesteerd is op jouw eerste niveau, is dat al jouw data. En hier staat dan ook per dag hoeveel bonussen dat je binnengekregen hebt en hier is terug een overzicht, jouw bonussen en jouw investeringen. Dat is eigenlijk deze pagina. Als je helemaal naar onder scrolt, staat hier altijd hetzelfde. Dat is de voettekst, altijd hetzelfde. Hier staan altijd dezelfde dingen. Dus als je hier Go to Skyway website bent, dan weet je dat je eigenlijk al op het einde van de pagina bent. Dus deze gedeelte is eigenlijk het actieve gedeelte tussen jouw statistics, dus dat tabbladje wat je aangeduid hebt, en dan helemaal onder. Als je ziet Go to Skyway Capital website, dan kom je hier helemaal naar beneden. Goed, dan heb je die level up. Dan kan ik jammer nog niet veel... we zijn nog niet helemaal afgewerkt. Sorry, want wat nog heel belangrijk is, is de tools. De tools. In de tools heb je ook weer verschillende tabbladen. Je hebt website links, landings, statistics en analytics... presentations en 360 graden Skyway Tour. Mensen, bekijk die allemaal eens. Er staan fantastische landingspages. Wat is een landingspage? Een landingspage is als je hier die link kopieert. Je logt uit. Je doet je browser dicht. Je pakt een nieuw tabblad in de browser. Dat doe je dan op dat plusje. Dan plak je die erin en dan krijg je een heel pagina met heel, heel professioneel, heel mooi in elkaar gestoken door ons PR-team. Heel goed gedaan. Fantastisch goed gedaan. En de meeste zijn in het Engels. Als je in het Engels hier staat. In het Nederlands zijn ze niet. Maar ze zijn heel professioneel met bewegende beelden. Veel uitleg. Het is echt knap gedaan. Knap, knap. Goed. Je hebt er dan verschillende. Er is op dit moment staat hier niet bij, want dit is een test account. Maar op dit moment staat er hier een nieuwe. De eerste die hier ziet, staat er een nieuwe. En die gaat vooral over het ecologische aspect. Zeer mooi gedaan. Heel, heel, heel mooi. En iedereen kiest zo zijn landingspage. Wat gebeurt ermee? Je kopieert de link. Je stuurt die naar iemand die interesse heeft of mensen die jij vindt dat ze dit moeten weten. Daar kan je ze naartoe sturen.
En dan kunnen die mensen zich via die link registreren en staan die rechtstreeks onder jou. Dus het is niet dat die dan onder de algemene website komt staan, maar die staan dan onder jou. En zo bouw je je partner downline, noemen ze dat, op. Hier staan ook nog presentaties op. Die zijn niet update op dit moment. Het team is er heel hard aan het werken. Staan er maar enkele in het Engels en de meeste in het Russisch, jammer genoeg, maar dat komt. Ik probeer daar verandering in te brengen. Statistics en analytics, wat is dat juist? Dat zijn, ik weet niet of jullie dat kennen, Google Analytics. Dat zijn Facebook pixels, dat zijn tools om met de social media te werken. Dat is een heel cursus waard om eens te geven. Dat is niet zomaar uitgelegd in 1, 2, 3. En dan heb je de presentaties. Hier staan ze ja, niet in met foto's, maar je kunt die ook downloaden dan. Hè. Je drukt op downloaden. Er zijn er enkele in het Engels. En dan de 360 graden Skyway Tour is heel knap. Je kan ook weer die link kopiëren en naar mensen toesturen van kijk eens wat we allemaal gedaan hebben. Kijk eens wat we allemaal gebouwd hebben. Fantastisch. Goed, dat is eigenlijk een beetje statistiek en analytic ben ik. Nee, sorry. Dat is een beetje van de tools. Ja, dat is van de tools. Hier bij de statistics heb ik nog iets vergeten te zeggen. De structuur, summary statistics. Als je mensen hebt ingeschreven, staan die hieronder. Staat hier een plusje bij, dan betekent dat die persoon ook nog iemand onder zich. Druk je op dat plusje, dan kom je die persoon tegen. Staat dat in het rood, dat betekent dat die persoon niet geverifieerd is. Doe er iets aan. Contacteer die persoon als je hierop staat. Staat hij zijn e-mail en zijn telefoonnummer eronder. Contacteer die persoon, want die persoon die moet geverifieerd worden. En zeker als die bolletjes in het groen staan. Als die bolletjes in het groen staan, betekent dat hij al geïnvesteerd heeft, maar er staat nog niet op naam. Dat is zeer belangrijk. Dus waar zit ik nu? Statistics. En dan heb je weer die tabbladen. Hè? Zie je statistics, personal. Dat heb ik juist uitgelegd. Ik was een beetje te snel gegaan. Dan staat er hier hè, die verscholen tabblaren. Als je ziet dat met mijn cursor erover gaat, is het weer met een handje. Voilà, je drukt erop en dan kom je hier in jouw downline. Wat er ook nieuw is hier staat er eentje in het Russisch, maar er unverified investors. Ga daar naartoe en kijk in jouw downline wie niet geverifieerd is. Heel belangrijk. Zodat je die mensen kan begeleiden. Want sommige mensen denken dat ze geverifieerd zijn omdat ze alle documenten opgeladen hebben. Nu heeft Skyway gelukkig ervoor gezorgd, Skyworld Community, sorry, heeft ervoor gezorgd dat de mensen een mailtje krijgen van er is een fout gebeurd, er is iets niet opgeladen, er is iets niet juist. En dan moet je dat in orde brengen. Niet iedereen volgt zijn mails. Zo goed. Dus als je mensen ingeschreven hebt of gemotiveerd hebt om er ook naar te kijken en die hebben zich ingeschreven, houd het een beetje in de gaten. Ik ga even nog herhalen, statistics en dan hier summary statistics. En dus de verscholen tabblad. Waar dient die structuur voor? Die structuur laat jou zien hoeveel masters, experten, top experten, clients, partners, consultants en leaders je hebt. Die komen dan hier nummertjes te staan en dan het totale van de mensen, hè, van de clients, de partners, hè, hieronder. En hier staat er dan hoeveel geïnvesteerd is geworden in totaal en hoeveel er via bonussen is betaald geworden en via betalingssystemen, via main en investments. Ja, en dan zie je dat hier ook, dit kan allemaal veranderen. Je ziet dan. Als je op de kleurtjes gaat staan, kan je zien hoeveel je clients, partners, consult, masters, expert, tops, expert of sky expert hebt. Goed, dat was het een beetje. Dan tools zijn we nog geweest. History. Wat is history? Dat is eigenlijk ook weer gelijk een bankuittreksel. Maar dan van welk niveau krijg je je bonussen? Dat is
leuk om te weten als je met een grote downline bezig bent, om te zien van, tja, ik heb vandaag nog iemand gehad die had op haar derde niveau 3 mensen ingeschreven, het pakketje, de speciale bonuspakketjes op dit moment. En die belde mij op en die zegt, Kaat, hier klopt iets niet met mijn bonussen. Dan zijn we onder kunnen gaan kijken, van kijk, level, laat eens even zien van op welk niveau. En inderdaad, er was een fout. Dus dan moet je onmiddellijk hier online, hier onmiddellijk vragen, wat is er los, wat is er misgegaan? Komen die bonussen nog binnen? Heb ik fout gerekend? Dus online consulting, onmiddellijk je naam en je e-mailadres of de message, hello. In het Engels, het is niet in het Nederlands. En dan send en dan deze mensen helpen jou graag met jouw vragen. Dus wij als België en Nederlanders, wij kunnen enkel Engelstalig daar terecht. Wat ik vind al fantastisch. Mensen doen heel hard hun best, komen heel wat dingen binnen. En achter die mensen die hier antwoorden, staat er ook nog een groot team. Dus die mensen die worden goed opgevangen. Soms is er wel een miscommunicatie, heb ik ontdekt, omdat de Engels niet de moedertaal is. Maar het meestendeel gaat vrij vlot. Van de 100 gevallen zullen er een 7, 8 niet opgelost raken en bij mij terechtkomen. Goed, dan hebben we het hier zo'n beetje gehad, denk ik. Ja, dat is dan de level up. Dat is de competitie, hè, of het motiveren van mensen om eens ook met het land samen te werken. Hè. Dus kom aan, wij gaan tegen, op dit moment denk ik, Vietnam bovenaan staat, dan Nigeria, dacht ik, en België staat in de top 5. Fantastisch. Dus hier zijn heel de regeltjes, hoe het werkt, hoe het in elkaar zit. Jammer genoeg staat het hier in het Eng en in het Russisch. Ik ken het niet van buiten. Je hebt hier ook nog informatie. Dus het zijn ook weer verscholen tabbladen, zie je. Je gaat er overheen. En daar kan je alles vinden. Het is niet zo moeilijk. En dan als je je inschrijft, dat kan je hier dan doen. Dan moet je bepaalde dingen invullen. Staat dan hier ook het overzicht wat je nog niet gedaan hebt en dan doe je dat even snel en dan is het gebeurd. Ik weet in ieder geval dat je moet aan dat je deze ook in moet vullen in je Instagram en je Facebook, dat je hier aan meedoet en dan ben je ingeschreven en kan je meedoen. Goed, dan gaan we naar My Investments. Voor de meeste mensen het belangrijkste. My Certificate. Als je een pakketje hebt afbetaald, komt dat hier te staan. Als er hier, dus als je pakketje hier staat, dat staat dan hier geschreven. Als dat pakketje staat voor Pay for Delivery, dan betekent dat dat geregistreerd is en dat dat ook offline geregistreerd staat. En dan kan je dat laten opsturen. Druk je daarop, Pay for Delivery. Dan moet je jouw naam, adres invullen. Let op mensen dat je het juiste adres ingevuld hebt. Je kan dat ook nog veranderen. Als je dan gedrukt hebt transmit, dan kan je is die knop veranderd in veranderen van adres. En hoeveel kost het? Het kost $10 voor het op te laten sturen. Dat zijn eigenlijk de postkosten. En dan krijg je een grote envelop met jouw certificaat van jouw pakketje op jouw naam. En zorg ervoor alsjeblieft dat het juist ingevuld is, dus dat het juiste adres is. Want anders komt het misschien bij de buren terecht. Goed. Sommige mensen die meerdere pakketjes gekocht hebben in dezelfde tijd of met bonussen erbij als ze een dubbele betaling gedaan hebben, die worden dan meestal samengezet, omdat vroeger was dat niet en moest je elke keer voor elk pakketje apart $10 betalen. Dat is eigenlijk absurd. En nu hebben ze dat allemaal samengevoegd, één certificaat van gemaakt. Dat top is. Ook minder papier natuurlijk, minder enveloppen enzovoort. Dat juichen we toe, aangezien dan minder bomen moeten voor sterven.
Dus dat is bij mijn certificaten. Investment programs, daar is het waar je moet zijn als je een pakketje wenst te kopen. De step up, de step up, die staat er niet hierbij. Dit is een test office, hè? Dus dat staat er niet bij. Dus hier staan al je pakketjes netjes achter elkaar, onder elkaar. Uitgeschreven hoeveel dat je krijgt. Veel mensen vragen, wat is dat hier? Deze cijfertjes. Wel, die cijfertjes zijn eigenlijk hoeveel jouw discount is, hoeveel jouw korting is. Dus eigenlijk voor $1 krijg je 50 aandelen. Nu, op dit moment noemt dat nog opties, omdat we nog niet de beurs opgegaan zijn. Opties in aandelen. Dus als je hoe hoger het pakketje, hoe meer in aantal. Dat zien jullie natuurlijk. En hier zijn er verschillende. Hè. Je kan de Quickstart, de Kids, de Students. Dat is speciaal. Dat kan je kinderen op je eigen account inschrijven. Maar dan moet je dan letterlijk die kinderen ook hun naam en documenten opladen. En dat kan je via settings en via verificatie doen. Dat ga ik je dadelijk nog uitleggen. Wat raad ik de mensen aan? De meeste mensen proberen via deze knop te betalen. Ik raad dat af. Ik raad mensen aan eerst naar banking te gaan en dan deposit account, rekening aanvullen. En dan komt dat op jouw main staan. Ik zal even opklikken en dan komt het hier op jouw main account en dan het pakketje kopen. Omdat sommige mensen denken dan dat ze het pakketje gekocht hebben, kijken er niet meer naar om. De maand nadien hebben ze ontdekt dat het niet van hun kaart is afgegaan en ze hebben het pakketje niet in handen. Dus ik raad iedereen aan, altijd naar banking gaan, rekening aanvullen, dat is deposit account. En dan komt het op jouw main account. Hier komt het dan op te staan en dan zie je het bedrag staan. En dan kan je naar My Investment gaan, Investment Programs, investeringsprogramma's. En dan kan je op het pakketje zelf drukken, bam. En dan staat hier het bedrag, dat kan je dan intikken. En meestal moet je dan hier nog een stikje op 0 hebben. Bijvoorbeeld, ik pak een pakketje van 100. Ik weet niet of het gaat lukken. Pakketje van 100. Dan moet je hier nog eens op de 0 intikken. En nee, deze doet het niet. En dan kom je hier op payment of make a payment. Komt dan hier te staan. En je bent vertrokken. Goed, dat zijn softwareproblemen sowieso. Zo van die dingen dat je nog eens extra op de twee vakjes moet drukken. Dat kan gebeuren. Dat zijn kleine foutjes in de software, dat ze proberen er helemaal uit te halen. We melden dat. Het team doet zijn best om dat allemaal eruit te halen. Goed, hier kun je dat. Dus hier zijn de voordeelpakketjes, de limited offers, noemen ze dat dan. En dan heb je de speciale pakketjes. En dan heb je hier de grote pakketjes. Dan heb je de meest gekochte pakketjes. En dan heb je investment offers for partners, de bonuspakketjes. Dus deze kan je dan kopen met jouw bonussen. En dan heb je hier de losse. Weet je nog dat ik daar straks zei? Ik ga even naar boven. Dat we hier shares account hebben. Dat mensen hun pakketjes zijn vergeten afbetalen, maar dat het geld er nog op staat. Dan kan je helemaal naar onder. My investment, investment programs, helemaal naar onder. En dan staan hier de losse pakketjes op. Je kan met $50 beginnen en op. Ziet dat je nu bijvoorbeeld $400 er hebben op staan, dan kan je een pakketje kopen van. Alleen een pakketje kan je dat noemen. 350 en dan nog eentje van 50. Dan druk je hier op een plus en hier op plus. En dan heb je samen 50 en 350 is 400. En dan kan je jouw shares account leegkopen. Mensen vragen mij, kan ik dat geld eraf halen? Nee, daar kan je er niet meer van afhalen. Heb je gedeeld met Skyway. Je hebt dan ook een overeenkomst
I agree terms and conditions, dus een overeenkomst aangevinkt. En dus dat geld kan je er niet meer van afhalen, maar je bent het niet kwijt. Je kan nog altijd hier helemaal naar beneden, basic investment offers, helemaal, deze kan je nog helemaal opkopen. Goed? Goed, dan gaan we verder. Waar zijn we? Dan heb je hier het speciale fonds. Dit fonds is speciaal voor mensen die hele grote pakketten kopen. Dus dat zijn speciale condities. Daar zijn mensen speciaal voor opgeleid voor dit te gebruiken. Dit is niet voor iedereen. Dus dat zijn voor mensen met grote hoeveelheden. Dus dat gaat al vanaf 5000 en dan op naar 100.000, 200.000 enzovoort. Dat is een speciale manier. Als je zo iemand hebt in je downline, laat het ons weten. Dan contacteer Skyway en die gaan jou dan begeleiden om deze fonds te gebruiken. Goed. Dan heb je My Installments. En in My Installments heb je ook weer voor scholen, tabblaren. Dit is staat in het Russisch, maar in het Nederlands is dat de open pakketjes die je dan nog moet betalen. Zie, dit is een open pakketje dat je nog moet betalen. Je hebt twee betalingen gemist. Je hebt er eentje gedaan. Niet aan te raden natuurlijk, want dat valt weg. Hier heb je er drie gemist en één betaald. Beter dat die allemaal groen, groen, groen staan. Je kan ook een missed payment doen. Dan staat hier onderaan skip to current payment. Dus naar de volgende betaling overschakelen. Wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld, je hebt een maand betaald, een maand betaald, een maand betaald. Maar die maand kan je echt niet. Er is iets gebeurd, weet ik veel. Je reserves zijn even op. Dan kan je daar overschakelen naar hier. Dus na de volgende betaling, dan staat deze hier. En dit bedrag wordt dan bij dit bedrag geteld. Dus ja, dan heb je wel een dubbel bedrag maar de maand nadien, maar je kan het wel overzetten. En dan ben je je pakketje niet kwijt. Dat is een redding voor vele mensen geweest. Dus dat vind ik wel een positief ding. Dus je kan echt. En je kan dat meerdere malen doen in een pakketje. Dus sommige mensen hebben echt wel situaties en dan is dat een goede manier. Het volgende tabblad zijn dan degenen die betaald zijn. Dat staat dan hier. En dan degenen die weggevallen zijn. Dat staat dan hier. Dus die niet betaald zijn en die je kwijt bent. Dat is dan bij My Investment, My Investments Installments. Als die betaald is, afbetaald is, komt die automatisch hier. Laatst belde mij nog iemand op en die zei, ja, ik ben mijn pakketje kwijt. Dat staat er niet meer. En dan kwam ik te weten na een paar vragen stellen dat die persoon juist zijn pakket had afbetaald. En dan staat het niet meer hier, maar dan staat het hier. Dus dan moet je gewoon een tabblad verder drukken. Kwam die bij zijn pakketje uit, maar waar kan je het ook altijd zien? Mijn certificaten. Daar staan ze dan ook altijd hier netjes op een rij. Goed. Oké, ik ga even komen kijken naar Mirapolis. Zijn er ondertussen vragen? Niemand vragen. Dan gaan we verder. Documents. Hier staan de documenten van het bedrijf. En deze zijn wel belangrijk. Lees ze allemaal eens, ga ze even door. Je kan ze downloaden, je kan ze bekijken. Het zijn er heel wat. Veel mensen vragen informatie. Deze is heel interessant. 100 vragen en 100 antwoorden. Zeer interessant. Over de technologie. Als jullie geïnteresseerd zijn in hoe de technologie in elkaar zit. Wauw, fantastisch. Je hebt ook het evolutie. Stageplan noemen wij dat. Hè? De 15e stage, we zitten in de 14e stage. Het businessplan, alles staat hier. Memorandum, alles staat hier. Heel belangrijk, als mensen jullie niet au sérieux nemen, van hoe zit dat in elkaar? Je kan hier deze documenten altijd downloaden en doorsturen. Dat kan altijd, geen probleem. Dan mijn documenten. Hier staan
normaal, hier staat niks op dit moment, I agree, maar hier staan er nog meer in onze backoffice. Dus die kun je ook weer downloaden en bekijken. Ja. Oké, dat is dan documenten. Toch wel belangrijk, de meeste mensen slaan dat over, maar lees het eens. Ga er eens naartoe, lees eens, bekijk eens, zie eens wat SkyWay is, zie eens waar SkyWay allemaal doorgegaan is door die 15 fases. Interessant om te zien. Het memorandum, heel interessant om te zien en zo verder. Dus echt interessante documenten. De meeste zijn vertaald vanuit het Russisch naar het Engels. Dus in Engels staan ze er zeker in. Banking, volgende. Dus we zitten nog altijd in deze tab, dus dit gedeelte van de website. Documenten, transacties. Dat is gelijk een bankuittreksel. Daar staat dus op wat je gekregen hebt, van wie je gekregen hebt, wat je betaald hebt, wanneer je het betaald hebt. En daar staat ook een nummer bij. Dat is heel goed. Dat is heel belangrijk voor de technische dienst. Als er iets kwijt is geraakt, dan kan je daar gewoon een screenshot van nemen naar online consulting en zeg van kijk, dat staat er wel op, maar het staat hier niet op. En dan gaan ze zoeken waar het naartoe is. En dat komt allemaal wel in orde. Dan deposit account. Hoe werkt dit? Put money to the account of breng geld naar uw account. Je vult in de som, bijvoorbeeld 150. Dan gaan to issue the invoice. Dat betekent dat je naar de betalingssystemen gaat. Dan heb je Coolpay, je hebt Mastercard. Coolpay is Visa en Master. Dit is een embleem, het logo van Master en dit is Visa. Dus Visa en Master. Veel mensen vragen mij, Coolpay, is dat alleen maar Visa? Nee, ook Mastercard. Dan heb je Mastercard. Natuurlijk, procent is al wat hoger. Deze Coolpay doet ons heeft ons een goede voorstel gedaan. En aan 3%, de rest gaat om naar 4%. Dan heb je Visa apart. En dan hier weer Visa en Master. Dat zijn allemaal betalingssystemen. Kapitalisme heb je ook, dat is 1%. Maar dan moet je heel wat invullen. De meeste mensen schrikken dat af. Je moet dan een e-mail sturen, jouw informatie doorgeven. De meeste mensen schrikken dat af. Dan heb je payment bij cryptocurrency. Ik raad dit alleen aan mensen die er echt mee kunnen werken, die echt met crypto wallets kunnen werken. Dat is niet zomaar in 1, 2, 3. Je moet zelf een wallet hebben. Je moet er geld op zetten. Je moet ook weten wat jouw wallet adres is. Dat zijn heel veel cijfertjes. Als je dit niet kent, raad ik aan om je daarin te laten helpen als je het er toch mee wenst te starten. Cryptocurrency is belangrijk. Ze zeggen dat het nieuwe geld is van de toekomst. Leer ermee werken. Maar laat je bijstaan. Laat je bijstaan, want er zijn al heel wat betalingen die niet zijn aangekomen omdat mensen foute adressen hebben ingevuld en dergelijke. Dus laat je helpen. Er zijn heel veel al verschillende manieren om, dus al heel veel wat verschillende coins waar je mee kunt betalen. Dan heb je Swift transfer. Dat duurt 1 tot 5 business days. En op dit moment zijn er, dacht ik, als ik me goed kan herinneren van eergisteren, twee verschillende. En als er een slotje op staat, dan kan je er niet mee werken. Maar dat betekent, je moet goed de voorwaarden lezen. Bij één gaat het over lage bedragen en ander vanaf een bepaald bedrag dat je kan gebruiken. Dan payment system agreement. Deze niet, deze werken niet op dit moment. En dan payment systems, die werken wel. Perfect Money, dit is eigenlijk gelijk een online betaling systeem. Dat is een online betalingssysteem. Je maakt een account, je gaat naar Perfect Money of FacePay. Wordt in Afrika heel veel gebruikt en in Amerika zeer veel gebruikt. De meeste mensen gaan altijd over naar Coolpay, Master of Visa. Op deze manier. Of je hebt bonussen gekregen van mensen en dan kan je van hieruit kan je
je pakketje afbetalen. Ik zal eens laten zien. Wacht, kan ik het laten zien? Ik denk het niet, want dat is misschien niet. Ja, ik kan het laten zien. Hoe doe je dat? Je gaat naar hier voor een afbetaling te doen. Bijvoorbeeld, de volgende afbetaling is 25. Je kan ook meerdere dagen aanklikken, dan drie datums in één keer aanklikken, dan heb je 75, maar we gaan gewoon terug naar die 25 inbetaling. En dan zie je hier in het lichtgrijs je main, de hoofdrekening en de bonusrekening. En dan kan je kiezen, hier staat er dan op de bonusrekening en op de mainrekening. Dus hier, dit kan je veranderen. Dus mensen zeggen, ja, maar hoe kan ik dan van mijn bonus mijn pakketje afbetalen? Voilà. Hier kan je kiezen, hier zijn opties. Let op, als je zo'n vinkje ziet, dat is meestal een uitklapraampje en die kan je open en dicht doen. En daar staan dan de meeste opties, gelijk hier. Zie je, dat is ook zo'n vinkje. Dat klapt open en dat klapt uit. Het is zeer belangrijk dat je goed altijd de kleine details ziet, want het staat soms heel subtiel geschreven in heel licht kleuren. En je zult zien als je eroverheen gaat, let altijd op van de cursor naar het handje, dan kan je het veranderen. Goed, zijn er ondertussen nog vragen? Geen vragen. Jullie mogen altijd vragen in de chat zetten. Oké, goed. Dan gaan we verder. Waar zijn we terechtgekomen? Deposit account, dan funds transfer. Dat is voor, ziet dat je nu bonussen hebt en je wenst iemand te helpen met een pakketje af te betalen, dan kan je hier of de main of de bonussen, bijvoorbeeld iemand heb je die geen betaling kan doen, die alleen maar een bankrekening heeft en niet durft met een Swift te betalen, dan kan je die helpen. Je kan van je eigen kaart hier geld opzetten, dat is de main, of je kan van de bonussen iemand helpen, heb ik heel veel gedaan. En dan wat doe je? Je steunt die mens dan, je geeft die eigenlijk ook een kans. Ik ken heel wat mensen die aan de dingen zitten, aan de rand van armoede, en die kan je dan een steuntje in de rug geven. Wat moet je daarvoor hebben? Je moet daar een account voor die persoon openen, je moet die zijn e-mailadres intikken en dan op deze zoekertje drukken. Wat gebeurt er dan? Dan komt hier die persoon zijn naam van zijn account. Dus je moet het e-mailadres hebben van die account. Je moet de naam van die zijn account, zie je dan hier staan. Dus, en het e-mailadres van die persoon. En dan with a pincode. Deze is ook nog heel belangrijk. Dat ga ik jullie dadelijk uitleggen. Dan druk je hierop. Als je dat allemaal ingevuld hebt, kan je op send drukken. Dan komt er een pop-up raam. En daar staat er dan, wil je dan zoveel naar die persoon sturen en dan moet je 4 cijfers indrukken. En dat is dan je pincode. Je pincode, die kan je intikken en vastzetten bij personal data, bij security. Dat gaan we dadelijk uitleggen. Dat is daarvoor, dat zijn we bij banking, funds transfer. Swift invoices. Wat krijg je dan? Dan krijg je normaal, hier kan ik het jullie niet laten zien, maar dan krijg je een ding, dan krijg je een papier waar alle informatie in, op staat van de bank, van Skyward Community. Withdrawal request, staat hier Visa withdrawal, dus dat je geld terug kan afhalen van je bonussen. Maar dat is niet meer zo. Dat kan niet meer via Visa. Dat is op dit moment niet mogelijk. Ik dacht enkel nog via crypto's. Als je daar niet mee bekend bent, laat het jou leren. Niet zomaar aan beginnen, laat het jou leren. En dan your requests. Withdrawal requests. Dus als je geld hebt afgehaald, dan wel in dingen. Hier kan je kaarten bij, wallets bij aanvullen. Dus als je een wallet hebt van Ethereum of een wallet hebt van Bitcoin, dan kan je die daar aan bijvoegen en dan kan je dat zo doorsluizen naar je wallet.
Dus dat is heel belangrijk. Voordat je withdraw request indrukt, moet je hier request indrukken. En jouw add details, dan moet je een wallet nummer toevoegen. Dat wijst zich heel makkelijk uit. Dat is niet zo moeilijk. Goed, deze is dan, dat zijn dan de tabbladen van de banking. Dan heb je events, de webinars, de teleconferenties, heel belangrijk. Volg die mensen. We zijn nu aan ons best aan het doen in alle talen. In alle talen. Wat we kunnen doen, doen we. Om zoveel mensen, zoveel mogelijk mensen de update informatie te geven. Er worden heel veel webinars gedaan. Dan de offline events. Dat zijn dan heel specifiek. Je ziet dan in bepaalde talen staat er heel specifiek uitgelegd wat er los is. Het nieuws. Ook mensen, kijk wat we allemaal doen. Het nieuws, er staat elke dag wel, of zeker om de dag staat er iets nieuw. Wat er gebeurt, wat er op het bedrijf gebeurt, welke dingen er veranderd zijn, wat we... waar we geïnvesteerd hebben, machines, wat meneer Junitski allemaal vertelt. Op dit moment is hij nog heel actief, want hij is in Belarus. Binnenkort gaat hij terug naar de Arabische Emiraten. Dan gaat hij niet meer zoveel tijd hebben voor video's te maken met de updates. Luister naar hem, hoor waar hij mee bezig is. Het is echt de moeite waard. En dan de internationale conferenties, die starten nu langzaam terug op. En die vind je dan hier allemaal bij elkaar. En dan personal office updates, de persoonlijke office en your back office updates. Wat staat dan hier? Dat staat in wat het PR-team gedaan heeft. En dus de mensen van de dingen, van de websites, wat die gedaan hebben, wat die veranderd hebben. Wat ze aangepast hebben, dat staat daar allemaal in. Per maand staat dat daarin. Toch wel belangrijk. Sommige mensen bellen mij op van ik kan die knop niet meer vinden. Of dat stond vroeger zo en nu is dat weg. Je kan dat volgen. Je kan dat volgen hier. Personal Office. Update history. Dan de settings. Zeer belangrijk. Verificatie. Hier zijn we bij de verificatie. Hier kan je mensen toevoegen. Underage. Veel mensen vragen mij dat. Ik wil mijn kleinkind inschrijven. Ik wil mijn kind inschrijven. To add an underage. Dat betekent een minderjarige toevoegen. Wat heb je ervoor nodig? Je hebt dat kind zijn naam nodig. Dus dat gaat over kinderen onder de 18 jaar. Je hebt het kind zijn naam nodig en documenten van foto's van paspoort of identiteitskaart. En als je die dan toegevoegd hebt, moet dat geverifieerd worden. Dat is zeer belangrijk. En dan kan je een pakketje aankopen voor kinderen. Ik zal het even laten zien. Voilà, dus My Investment, Investment Programs. En dan kan je de kids en de students aankopen. Anders kan dat niet. Als je daar hier op drukt, dan gaat hij zeggen, voilà, u moet dat nog. Moet u dat kind nog toevoegen. Ook voor je eigen verificatie zorg dat alles in orde is. Heel belangrijk, ik ga het nog eens herhalen, dit vinkje moet een groen vakje zijn met een wit vinkje. Moet. Er is geen willen, er is een moeten. Dit moet groen zijn, anders komt het certificaat niet op uw naam te staan. Dus ook al heb je het betaald, komt niet op je naam te staan. Kan niet. Dan staat bij hier, bij My Certificates, staat er niets. Allee, die staan wel, die staat er, maar het staat niet op jouw naam. Dus het staat niet geregistreerd. Goed. Personal data. Personal data. Dus hier staan al jouw gegevens. Als er fouten bij staan, ziet dat jouw telefoonnummer verkeerd is, ziet dat jouw e-mail verkeerd is, contacteer die mensen van de online support. Die gaan je dan instructies geven hoe je dat moet doen. Dat is niet evident, mensen. Dat is met foto, jouw identiteitskaart bij jouw gezicht. Dat is een heel gedoe. Waarom? Omdat we heel streng moeten zijn. Dat niet zomaar iedereen jouw informatie kan veranderen. Dat is ook
Vanzelfsprekend. Dan heb je de personal sponsor. Dus iemand die jou heeft geïnviteerd om dit, of iemand die jou de uitleg heeft gegeven. Dan de mensen voor die de nabestaanden. Die kun je toevoegen. Dus jouw certificaten kunnen overgegeven worden aan nabestaanden. Jij kan die zelf kiezen. Zie dat je nu 3 kinderen hebt. Of je hebt 2 nichtjes. Je hebt zelf geen kinderen en je hebt 2 nichtjes. Of zo verder of zo verder. Dan mag je hier add en je kan die persoon zijn volledige naam inschrijven. We hebben het telefoonnummer nodig en het e-mailadres. Zeer, zeer belangrijk. Dan op save drukken en dan kan je zien of die naam erin staat. Je kan er meerdere toevoegen. Dat was eerst maar eentje, maar de meeste mensen hebben meerdere kinderen. Dus je kan ze allemaal niet toevoegen. Dat is heel belangrijk. Mensen vragen mij, hoe zit het dan met mijn nabestaanden? Kan ik dat zelf bepalen? Ja, dat kun je zelf bepalen. Dan gaan we frequently asked questions. Ga er naartoe. Lezen. Doe ze open. Staan er niet voor niks. Dan security is heel, heel, heel belangrijk ook. Mensen hebben fouten gemaakt in hun account. Mensen wisten niet dat ze 7 dagen, in 7 dagen 10%, als ze in 7 dagen verifieerd zijn en betaald hebben, 10% extra bovenop krijgen. Die komen dat te laten weten. Je kan jouw account, of je hebt gewoon je bedacht en wil eigenlijk helemaal niet meedoen. Als niet betaald is geworden, er is niks gekocht geworden, er staat geen geld op jouw account. Delete account permanently en je kan die deleten. En je kan of opnieuw beginnen of misschien spijt hebben en achteraf meedoen. Want dit is een fantastisch project. Goed, dan hebben we hier uw laatste activiteiten. Wanneer je ingelogd bent, is ook wel belangrijk dat je, als je dan een reminder van, tja, heb ik nog eens gaan kijken? Wanneer heb ik dat geld erop gezet? Welke dag was dat? Kan je hier zien. En dan hier heb je dingen met de pincode. Weet je nog dat je geld wenst over te zetten naar iemand anders via banking, funds transfer? Ik weet dat het heel veel mensen is, daarom wordt het ook opgenomen. Dus kan je het straks nog eens opnieuw bekijken. Pincode activeren. Dus deze blauw aanvinken. Dan klapt er hier een venstertje open en dan moet je een pincode met 4 cijfers 2 maal herhalen. Dat moeten dezelfde cijfers zijn. Dus bijvoorbeeld 4328 moet het ook 4328 zijn. Wat hij niet aanneemt, en dat is puur software, daar kan niemand daar iets aan doen, alleen de mensen van de website design en van de programmatie. Ze willen niet 2244 of 2213. Dat gaat niet. Dus niet een dubbel cijfer. Hetzelfde cijfer. Dat pakt hij niet aan. Dus voilà. Dan heb je dat. Hè? Dan druk je op transmit, denk ik dat het staat. En dan moet je nog eens hier extra op drukken. En dan vraagt hij 5 seconden of 3 seconden om te registreren. En dan is alles in orde. Maar dat wijst zich eigenlijk een beetje vanzelf uit. Goed, de rest is two-factor authenticator. Als je het gevoel hebt dat je extra beveiliging op wil zetten, dan kan je dat ook doen. Leer dat eerst, lees dat eerst. Het enige nadeel daarvan is, als je gsm crasht, als je je gsm kwijtgeraakt, die two-factor authentication staat op je gsm. En dan moet je met support dat allemaal deblokkeren en opnieuw beginnen. Dus dat is een heel gedoe. Veel mensen beginnen er zelfs niet aan. Mensen die goed met technologie om kunnen gaan, die raad ik dat wel aan, zeker. Mensen die niet zo goed met technologie om kunnen gaan, zou ik zeggen, als er niets op jouw account staan, puur de certificaten. Sky heeft die toch sowieso geregistreerd. Ik zou zeggen, blijf er dan van af of laat je zeker,
Zeker helpen. En dat was het voor vandaag. Dat was het in kort. Heel veel. Ik weet dat het heel veel is. Zo'n back-office. Een back-office leer je enkel door te klikken en te kijken en te lezen. Gewoon overal op klikken. Overal waar de handje boven komt, klikken. Overal waar je naartoe kunt gaan, waar je cursor verandert in een handje, zie je cursor veranderen in een handje, kan je klikken. Let op de verscholen tabbladen. Dit zijn verscholen tabbladen. We hebben er verschillende in de back-office, zodat je die ook kan terugvinden. Volg het nieuws alsjeblieft, mensen. Het nieuws is zeer belangrijk. Zo kan je ook weten wat wij allemaal doen, wat er allemaal gebeurt. En kan je het ook doorvertellen. Zijn er nog vragen? Ik schakel even over naar hier. Oké, goedenavond. Ik moet mijn transacties opzetten. Ja. De stappen even laten zien. Ik ben al een heel dag mee bezig, maar ze blijven hetzelfde herhalen. Ik denk dat ik iets mis, niet goed doe. Transaction confirmation. Transaction confirmation. Nog iets zijn pincode niet meer. Ja! Doorgeven moet een mail sturen, inderdaad. En de pincode van transacties. Ik moet mijn transactie confirmation opzetten. Ja, dus daar ga je even, ik ga even uitleggen nog. Dus hier, dat heeft te maken met die pincode. Je gaat naar settings en dan gaat naar security. En dan moet je hier naar onder scrollen. En hier pincode aanklikken. En dat gaat in twee stapjes. Dus eerst je pincode intikken. Nogmaals bevestigen. Dan saven. En dan vraagt hij nog eens te klikken. En dan vraagt hij 5 secondjes of 3 secondjes. En dan komt er zo'n pop-up aan. Alsjeblieft even wachten. En dan staat dat inderdaad blauw blauw. En dan kan je die pincode. En dan staat hier pincode is set. Deze moet je zien. Pincode is set. Als je vergeten, je pincode vergeten bent, zul je de technische, please contact technical support. Dat is begrijpbaar, mensen, dat je zomaar die pincode niet kan veranderen. Iedereen ziet dat iemand in jouw account terechtkomt, je hebt jouw login, ergens laat rondslingeren, die kan dat allemaal hier veranderen als dat hier zomaar een knopje zou staan. Dus het moet via de online technische dienst gebeuren. Nog eens even zien. Je bent er al een hele dag mee bezig. Wat lukt u niet? Hebt u ondertussen de informatie gehad? Dus het is een twee, John, het is een twee stappen. Twee stappen. Heb je nog vragen? Ben je nog aanwezig? Is John nog aanwezig? Ja, John is nog aanwezig. John, zeg maar, is het jou ondertussen gelukt? Heb je ze gezien waar de fout zat? Anders help ik jou. Contacteer me dan later. Ik zal mijn e-mail erop schrijven. Contacteer mij hierop, dan kan ik u begeleiden. Ik ben er nog niet uit. Oké, dan help ik u. Mijn Skype naam is... En dan kan je ook mij vinden op Skype. En dan ga ik u helpen. Dan is er iets waar je overheen kijkt. Ik kan het niet zo blind zeggen. Graag gedaan, John. Ik kan het niet blind zeggen wat er juist los is natuurlijk. Er zijn bepaalde stappen dat je dan vergeten bent te zetten of er klopt iets niet. Maar het is maar software. Hè? Het is niet dat Skyway daar iets aan kan doen. Dus gewoon dat
De software is zo geïnstalleerd, hè, zo geprogrammeerd dat je die stap en die stap en die stap moet doen. Als je een stapje verkeerd doet, dat je niet de volgende stap kan doen. Dat is gewoon, dat zo zit het in elkaar, dat is computer. Goed, lieve mensen, ik hoop dat ik jullie veel vragen al beantwoord heb ondertussen. Ik zie nog geen vragen niet meer boven komen. We hebben dit opgenomen. We gaan dit delen. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer. Binnen 2 weken geef ik weer iets nieuw. Ik ga nog zien wat de mensen vragen, wat de mensen nodig hebben. We hebben nu de back-office 2 keer gedaan. 1 keer konden we het niet opnemen. Nu hebben we het opgenomen, dus deze kunnen we delen. Ik volg jullie noden altijd. Dus ik zal zien wat de mensen vragen, wat ze wensen. De volgende infosessie is weer woensdag 8 dagen, dus binnen 2 weken. En dan, voilà, dan zijn we weer online. Oké. Dankjewel, graag gedaan, Sophie. Dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En als jullie vragen hebben, contacteer mij. En met heel veel plezier zoek ik uit wat er eigenlijk los is in mijn back-office. En dan zijn die kleine dingen, niet te veel tijd aan verliezen, dan zijn die kleine dingen rap opgelost. Want het zijn eigenlijk maar technische dingen. Dank u, dank u, dank u. Tot de volgende keer. Groeten.